Stier. Stier, van harte welkom op het kanaal van Mireille Online. Mijn naam is Mireille van Rijn en ik ga met de Tarot en de Lenneman kijken wat er op het gebied van liefde voor jou komende maand te wachten staat. Ik kreeg best veel vragen over liefde, tweelingzielen, soulmates, karmische verbindingen. En ik dacht, het wordt tijd om het kanaal Verliefelee uit te gaan breiden met nieuwe leggingen ernaast. Dus ik hoop dat je het heel erg leuk vindt. Laat zeker even je duim achter als je het leuk vindt. Vergeet je niet te abonneren, want op het moment dat ik dan weer wat te melden heb, krijg jij weer een melding. En ik ga je zo uitleggen hoe deze legging in zijn werk gaat, Stier. En ik zou zeggen, ontspan je en geniet ervan. Ik ben erg benieuwd wat er in deze turbulente voor jou naar voren mag komen. Zo, dat wordt bijzonder. Dit geloof je gewoon niet, Stier, wat hier allemaal ligt. Echt waanzinnig. Ik pak er even één extra kaart bij. Waar ik naar ga kijken vooral, Stier, is wat is het uitgangspunt? Waar zit je nu? Waar heb je een focus op wat je los mag laten? Waar mag je je vooral op focussen? En wat kun jij verwachten voor komende tijd? Dus dat is wat we gaan doen. En ik pak de Lenneman kaart. Ik heb hier het doosje waar ik mee ga werken. Dat is de Gilded Reverie. Alle kaartendeks waar ik meewerk staan allemaal voor jou op een verzamelpagina. Alle linkjes met alle informatie kun je hieronder vinden. De tarot vanuit de herstelde orde, die kun je helaas niet meer kopen. Dus, maar deze natuurlijk wel. En alle andere kaartendeks waar ik meewerk ook. Dus ik ga hem nog één keer schudden voor mijn gevoelstier. En ik ben heel erg benieuwd. Zo, nou, jeetje. Nice. Oké, ligt ook goed. En deze. Pak er even een extra bij. Ja, mooi. En die wilde ik hebben. Dat ziet er goed uit. Ik heb natuurlijk waar jij de focus op mag hebben. Dat zijn de Inner Love Cards, Inner Kompas Kaarten. Ontzettend mooi. Die heb ik gekregen van tarot.nl. En ze hebben daar niet zoveel gezegd. Het zijn echt hele gave kaarten. Dat zijn, ik laat ze even zien. Dat zijn deze kaarten. Inner Love Cards zijn dat. Er zit ook een heel mooi boekje bij in het Nederlands. Voor de mensen die dat toch fijner vinden, is in het Engels en in het Nederlands te bestellen. Oké, heel mooi. Ik ga lekker beginnen, Stier. Ik hoop dat je er zin in hebt. En even die uit het beeld schuiven. Vind ik zo'n akelig gezicht. En we beginnen hier eigenlijk met de boom. En de boom met geliefde heeft altijd met een soul mee te maken, een karmische verbinding te maken. Er zijn een aantal kaarten die daarop op wijzen. En Stier, jij hebt met een karmische verbinding te maken. Daarom laat ik je even deze kaart zien. Dat is de boom. Je ziet ook een harten. Dus het gaat over innerlijke kracht. Maar je ziet ook hier al die chakra's eigenlijk. Al die chakra kleuren als het ware. Je bent heel erg in balans aan het komen. Dus het ontvangen en het geaard zijn is steeds meer in balans aan het komen. Je bent nog een bepaalde stabiliteit aan het zoeken. En dan pak ik hier de koningin van bekers. Kijk eens eventjes, Stier. Heel erg mooi. Je ziet die koningin op haar troon zitten met de beker in haar handen. En het is sowieso een. Het gaat over emoties. Maar die koningin van bekers is eigenlijk een hele gevoelige, sensitieve vrouw. Dat vertegenwoordigt ze. En dat wil dan niet zeggen dat je of met een vrouw of met een man te maken hebt. Want ik weet dat mannen en vrouwen natuurlijk naar dit kanaal kijken. En het gaat erom dat jij die koningin van bekers weer in jouzelf naar boven aan het halen bent. En vandaar dat ik zo blij word met die boom. Al die chakra's die weer in balans aan het komen zijn. Jij gaat veel meer je intelligentie
met jouw intuïtie één laten worden. Dus samenwerken. Die balans van het ontvangen vanuit het kosmische, het geaardse, het hele aardse, wat jij natuurlijk ook bent, stier. Je bent natuurlijk een enorm aardeteken. Praktisch. En je gaat het allemaal samen laten komen. Er gaan kwartjes vallen. Je gaat veel meer één worden met jezelf. Je gaat ook veel beter luisteren naar jezelf. Dus dat vind ik ook leuk, ook op het gebied van liefde. Ben jij nogal een gever en een aanpasser kun jij zijn, stier. En ja, je wil eigenlijk nog een beetje vasthouden aan het een en ander. Dat kan ik hier zien aan de hond. Een hond is trouw. Die hond kan je 20 keer wegsturen. Maar die hond komt elke keer weer terug om geuit te worden, om gezien te worden. Please gedrag. Daar mag jij van loskomen. Trouw zijn aan jezelf. Trouw leren worden aan jezelf. Je eigen beste vriend zijn. Je hebt hier de 10. Dus dat is het eerste samengevoegde getal. En dan ga je naar een 1. En dat is een nieuw begin. En dat houdt jou heel erg bezig, stier. Koningin van zwaarden. Kijk alsjeblieft. Ik laat hem even goed in beeld zien. En die Koningin van zwaarden, ja, dat is een stukje hardheid. Je hebt eigenlijk moeite om een knoop door te hakken. Je wil een knoop doorhakken. Je hebt het gevoel, welke kant wil ik nu op? Focus je daar niet op. Dat is eigenlijk de boodschap van deze positie in deze legging. Dus wat heel erg belangrijk is, waar jij je op mag focussen, is trouw zijn aan jezelf. Luisteren naar die intuïtie, wat die koningin van bekers je eigenlijk aangeeft. Alles komt eigenlijk samen. Je bent enorm aan het groeien op zielsniveau. Je hebt hier echt met een karmisch verhaal te maken. En durf in, hoe moet ik dat goed zeggen? Blijf die boom, blijf in rust. Durf te groeien, te bloeien. Hè? Durf te ontvangen en let op je aarding. En ik ga eens even kijken wat wij op het inzicht hebben. Ik moet even, want ik ben op mijn telefoon aan het opnemen, maar ik kreeg een berichtje binnen en dat blijft dan zo in mijn scherm hangen. Excuses. Deze kaart, dat is je inzicht. Koningin van Staven. Dat is eigenlijk een hele spirituele kaart ook. Die zwarte kat, daar komen die zwarte katten en de heksen eigenlijk vandaan. Dat gaat over het mystieke. En dat ligt op het inzicht. En daar heb jij misschien ook wel mee te maken gehad. Kijk, illusie. En dat wil niet zeggen dat je een illusie rijker bent of armer bent. Belangrijk is dat je eigenlijk vanuit die eerste kaart, wat ik net al aangaf, koningin van bekers, het intellect, hè, dus het rationele en het intuïtieve, het gevoelsmatige, samen laten werken, die boom durven zijn, die chakra's gewoon haar werk laten doen. En dan heb je deze op de inzicht, dus dat is een vurige kaart, vuurtekens, daar heeft het zeker mee te maken. Die zwarte kat wijst eigenlijk naar hekserij, daar heb je niet letterlijk mee te maken. Maar dit is wel een mystiek iets, mystieke kant in jou. Het kan ook zijn dat jij heel erg gefocust hebt op iets wat jij heel graag wilde dat het zou worden of zou zijn. En eigenlijk heb jij berichten van boven gekregen. Dit gaat niet letterlijk om een e-mail. In deze, op het gebied van liefde, heeft het ermee te maken dat er inzichten zijn gekomen vanuit jouw eigen intuïtieve vermogen. En je bent op een nieuwe manier gaan kijken. Ook door die enorme groei vanuit die boom die ik daar zie liggen. Ik zit even naar die kaarten te kijken wat ik daar nog meer over kan vertellen. En eigenlijk is het belangrijk dat jij volledig in je kracht op je troon gaat zitten. En eens even heel rustig gaat waarnemen. Van ja, wat is er nu gebeurd? Wat staat mij nu te wachten? Waar gaat het naartoe? Er is vaak verwarring. En daar wil ik altijd mensen wel voor waarschuwen. Is het mijn tweelingziel? Is het mijn soulmate? Ja, maar alles met soulmate is karmisch. En alle karmische verbindingen, of het nou je twin is of je soulmate is, dat komt voorbij. Die worden als het ware op jouw pad gezet. Dat is
een soort lotsbestemming. Dat is niet altijd makkelijk, is niet altijd leuk. Het kan zelfs ingewikkeld zijn, maar dat heeft een functie om jou te laten groeien in wie jij bent, zodat jij naar een hogere trilling kan. Op zielsniveau en op hartsniveau. Daar zit je eigenlijk middenin. Illusie op het inzicht wil niet zeggen dat je in een illusie hebt geleefd. Door die groei gaat er eigenlijk iets verder open, waardoor je denkt, klopt het nu eigenlijk wel waar ik in zit? Klopt het niet? En nou komt het, nu mag jij die koningin van bekers kant in jezelf veel meer waarde geven, veel meer daarnaar durven luisteren. Het gevaarlijke is altijd wat ik heel erg zie om mij heen of hoor met soulmates. Maar we leven nog lang en gelukkig. Nou, we leven in 2020. Iedereen weet, sprookjes bestaan niet. Er is niet ergens een kasteel waar je, waar een ridder vandaan komt om jou te redden of andersom. Waar het om gaat is dat jij mag groeien en dat wil aanvaarden. En als je dat durft te doen, en open durft te staan voor waar het allemaal naartoe mag gaan in het leven op dit vlak, hou je niet je groei tegen, dan ben je eigenlijk, word je klaargestampt voor het volgende level. Dus Sier, mijn vraag aan jou is, ben je er klaar voor? Want waar gaat het nu naartoe? Er liggen best wel wat strijdkaarten ook, maar ook hele mooie kaarten. En ik zat even te twijfelen, ga ik nou met de Lenneman of met de Tarot starten? Dit is eigenlijk, ik ga nog niet alles verklappen. Kijk, deze kaart, dat is de zwaarde 10. En in een normale deck zie je ook vaak de zwaarde in de rug stoken, dat je in je rug gestoken voelt en bla bla bla. Slachtoffer bent. Je bent eigenlijk slachtoffer af. En daar bedoel ik niet mee, oh, je speelt een slachtoffer. Maar als jij zwaarde in je rug letterlijk voelt, dat doet pijn. Dat is niet leuk. Dat is een rotgevoel. Dat heeft een fase nodig om te herstellen, om te genezen. Maar die zwaarden staan niet letterlijk in je rug. Ze zijn naast je. En eigenlijk laat dit zien, je bent door het ergste heen. Het was een pittige les voor jou, Stier. Maar ik ga je wat verklappen en er komt wat anders voor jou aan. En ik hoop dat je daar heel erg op kunt focussen. Je ziet 7 sterren. Dat zijn de 7 goddelijke tekens. Dat staat voor het goddelijke. 3 en 4. En dat maakt dan weer een compleet goddelijk verhaal, zoals dat heet. Die ster laat eigenlijk al, die hele grote ster laat eigenlijk al zien. Kijk maar even goed hoeveel licht er aankomt. En je ziet dan die Adonis daar geknield aan het water. Water en wijn. Het aardse en het universele. Je ziet in dat boompje zie je ook dat duifje zitten. Vrede, het goddelijke. Durf te vertrouwen op het goddelijke. En dat 7 is eigenlijk het symboliseert eigenlijk een heilig getal als het ware. Zoals ze dat noemen. Maar dit wijst erop, Stier. Je bent bijna slachtoffer af en je kunt het bijna gewoon dragen zonder dat je gevoel hebt dat je nog iets draagt. Je bent bijna door dat proces heen dat al die kwartjes vallen, waardoor er eigenlijk het universum al iets nieuws voor jou in petto heeft. Ik krijg het woord hereniging door. Dus dat is heel erg mooi en ik ben heel erg benieuwd. Laat me dat zeker weten, maar we zijn er nog niet. Ik ga voor jou ook even de Lenneman kaarten duiden. En dan had ik er 3 gepakt en deze gaat over het onderzoeken. Dingen door een vergrootglas bekijken. Dat betekent niet dat je als een of andere nerd, zeg maar, alle lettertjes moet lezen. Het gaat erom, kijk eens opnieuw naar die ster. Ik moet hem even oppakken. Ga eens even opnieuw kijken wat dat licht jou kon brengen. Wat die vernieuwing is. Wat het allemaal te bieden heeft. Zie nou eens de verfijning wat het universum eigenlijk is. En hoe knap het is. En dat wij mensen totaal geen controle hebben over het universum. Maar onderzoek ook eens eventjes hoe perfect alles in elkaar zit. Dat kan ik jou daar zeker over vertellen. Kijk eens wat een situatie jou gebracht heeft waarin je hebt mogen groeien.
Durf naar het licht te kijken wat eigenlijk naar jou onderweg is. Het reizen. Dus dingen komen voor jou weer in beweging. Je gaat wel grenzen verleggen. Dat betekent niet dat je hele buitensporige dingen gaat doen. Maar durf soms eens even uit je kader te gaan. Out of the box. En kijk eens verder, wat het vergrootglas zegt, dat je neus lang is. Als je daartoe bereid bent, kunnen dingen ineens heel snel gaan. Je ziet hier eigenlijk alle mogelijke tijdsaanduidingen die er maar zijn. En ik pak er nog even een tarotkaart extra op. Ja, het gevecht is klaar en ja, je gaat verder als het ware. En je hebt je strijd gestreden. Zwaarde 7. Je kan het nu echt achter je laten. Dus dat vind ik super mooi. En wat gaan we nog meer doen? Deze kennen jullie al van mij. Dat zijn de orakel van de liefdekaarten. Hele mooie kaarten. En ik ga eens even kijken wat dat verder voor jou nog aan een boodschap heeft. Zwaarde 7 kan soms jou het gevoel geven dat je een beetje bedonderd voelt. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het is meer, het is een soort reset. Er staan nog 2 zwaarden stevig in de grond. Je hebt die zwaarden zelf gepakt. Je kan verder. Daar staan die zwaarden voor. Je hebt ineens weer veel meer controle eigenlijk over wie jij bent en wat jij wil in het leven. Op het gebied van liefde en relatie. Nou, eens even kijken hoor. Wauw. Dit is een hele mooie kaart. Ik denk op dit moment aan je. Ik hou van je. En het gaat over jouw denkbeeld. Wat een mooie kaart. En ik pak er natuurlijk 2. Alleen liefde zal je vrijmaken. Laat al het oude los en sta nieuwe liefde toe in jouw leven. Kijk eens hier, alsjeblieft. Dit heeft het leven voor jou in petto. En het is een pittige legging op het gebied van liefde en dergelijke. Ik hoop dat ik jou hier een stuk inzicht mee heb mogen geven. Vooruitzicht. En hopelijk ook een stukje inspiratie. Heb je zoiets van, nou, ik zou wel eens meer willen weten. Kijk even op de linkjes hieronder. Je kan voor een direct telefonisch consult terecht op www.puurmedium.nl. Er zitten allemaal zorgvuldig gescreende kaartleggers en mediums voor je klaar. Je kan natuurlijk voor een persoonlijke reading ook bij mij terecht. Mijn praktijk is uiteraard op dit moment niet open. Maar alles kan via telefoon, beeld bellen. Puur medium kan je me ook bellen. En ik kan natuurlijk ook voor jou een kwartaallegging doen, een liefdeslegging. Alle info vind je hieronder. Ik zou zeggen, duim omhoog. Laat zeker even je reactie achter hoe je het vond. En vergeet je niet te abonneren. En ik zou zeggen, tot de volgende.